Kijkers, goedendag en welkom bij een nieuwe ATV COVID-19 update. U weet het al, met dit programma proberen wij, en waarom zeg ik proberen wij? Omdat we hopen dat de mensen de adviezen, de informatie en de updates die hier gegeven worden meenemen. Daarom zeggen we proberen, want we weten nog niet of u echt alles doet wat u hier ziet, maar we hopen het. Want u weet het, die COVID-19 pandemie houdt ook Suriname in zijn greep. Er wordt veel informatie verschaft, er wordt veel voorlichting gegeven. Toch lijkt het erop alsof de mensen doen wat ze willen. Please, luister naar de zaken die u wordt voorgehouden. Want als u niet luistert, wordt het nadelig voor ons allen. Wat zijn de tips die worden meegegeven? Elke dag, zodra je ergens binnenkomt, je handen reinigen. Als er ergens een wasbak is met zeep, daar gebruik van maken. Is die er niet? Neem dan een hand sanitizer. Want het is belangrijk dat we onze handen reinigen. Want via onze handen vinden besmetting plaats. Als we onze neus, onze mond, onze ogen aanraken, daar vindt de besmetting plaats. Nies in je elleboog. Want als je goed niest in de ruimte, dan vliegen die druppeltjes en zo vindt die verspreiding plaats. Dat is dus ook een tip. BOG heeft ook een tip gegeven ten aanzien van mondmaskers. Dat is speciaal voor medici en gezondheidswerkers. Dus geen rush op mondmaskers, want zij geven aan, u als gezonde persoon heeft dat niet nodig. Dus dat zijn de tips. Neem ze mee, geef ze door, let erop dat anderen ze ook meenemen, zodat we met z'n allen gezond blijven. En een andere tip is wat wij ook hier toepassen in de studio bij ATV, dat is social distance. En met deze social distance heet ik meteen onze gast voor vandaag. Welkom, zij is Anoushka Sonai en ze is voorzitter van de ICT Associatie. Welkom. Dank u wel. Anoushka, hoe ga jij om met deze COVID-19 pandemie? Nou, persoonlijk heb ik me natuurlijk flink ingelezen over wat COVID allemaal is. Mm-hmm. En waarvan moet ik zeker niet van mijn apropos raken. En wat moet ik toepassen en wat niet. Dus in ons bedrijf hebben we bijvoorbeeld iedereen in de cloud geplaatst. Iedereen werkt van huis uit. En we gebruiken cloud applicaties. Dat zijn tools en applicaties die op servers staan. Die niet fysiek aanwezig zijn, mm-hmm. maar dus in een ander land. En dan kan je vanuit afstand met elkaar werken. Ja. En net een core groepje van 3 of 4 personen is op kantoor. En we zitten echt ver van elkaar. Dat we elkaar zelfs moeten bellen om even okay. af te stemmen. Ja. We halen geen eten van buiten meer, maar eten wat we thuis kunnen klaarmaken. Daarnaast loop ik met een sanitizer en een flesje met alcohol. Alles overal waar ik kom. En ik probeer zo min mogelijk op plekken te komen. Maar deze bijdrage wil ik zeker ook leveren. Dus toen ik werd gebeld, dacht ik, ja, zeker komen naar jullie. Dus constant desinfecteren. Als ik thuis aankom, spreek ik ook mijn schoentjes met alcohol. Want ik laat mijn schoenen wel buiten, maar je weet maar nooit dat het toch nog overdraagbaar is. Ja. En ik ergens ben gekomen. Ja. Kleding gaat meteen in de was. En dan doe ik nieuwe kleding aan de volgende keer. Schone kleding, niet nieuwe, mm-hmm. maar schone kleding aan de volgende keer. Ik ga niet op mijn bed liggen of op de bank liggen zonder dat ik heb gedoucht. Omdat ik niet weet of ik onderweg naar het werk of terug in aanraking zal geweest zijn met een van de druppels. Die mm-hmm. op een manier ergens zal. Of ja. dat ik een oppervlak heb aangeraakt waar iemand op gehoest of geniest zou kunnen hebben. Helemaal. Dat soort dingen een beetje. Als ik verder zo naar je luister, zeg jij, you can't be too careful. You can't be too careful, ja, nee. Inderdaad. Ik probeer meer te slapen trouwens. Mensen die me kennen weten dat ik niet zoveel slaap. Ik probeer ietsje meer te slapen omdat ik heb gelezen dat het ook goed is voor je immuunsysteem. Okay. Ik drink heel veel neem. Mijn ouders hebben elke ochtend iets voor me dat ik moet drinken. Dan moet ik neem thee drinken, dan moet ik bita drinken. Melk met hardi. Het is die gele poeder die je in masala vindt. Okay. Dus melk met hardi moet ik ook drinken. Dat is allemaal om je immuunsysteem te boosten. En ik moet heel veel groenten eten. Mm-hmm. Een beetje moeilijk, maar ja, het gaat wel. Geweldig. Intussen staat de teller op 10. Het goede nieuws is dat we bijna 2 volledig genezen personen hebben. Volgens het COVID-management team is 1 persoon al 2 keer een negatief getest. Dus de 3e keer moet nog komen. En dan kan die persoon genezen verklaard worden. Heb jij het idee dat dat maakt dat mensen zo'n layback houding nemen? Oké, het gaat goed. Ik kan dat niet met zekerheid zeggen hoor, want mm-hmm. ik weet niet of mensen echt de layback houding aannemen. Of omdat men nog niet precies weet van
wat er zal komen. Mm-hmm. En er is heel veel informatie vanuit de overheid, vanuit volksgezondheid, vanuit BOG, op social media, op de tv, op de radio, noem maar op. Maar het overspoelt mensen ook. En er is ook heel veel fake news. Dat moeten we niet onderschatten. Ja. Er is zoveel fake news dat dat mensen ook kan bereiken. Men kan denken van, ach, ik zal het toch niet krijgen. Precies. We zijn in Suriname best optimistisch. Ja. Dus we denken ook van, ah, dat zal mij niet overkomen. Het zal mij wel bespaard blijven. Ik hoor de verhaaltjes, Suriname heeft een warm klimaat. En wij zijn gezegend, donkere huid, allerlei dingen. Nee. Maar feit is, als je de andere tips volgt, en social distance, reinig je handen. Daarmee zijn we volgens mij meer geholpen dan die andere zaken. Het enige waar ik me zorgen om maak is als je kijkt naar bijvoorbeeld soms bij drukke plekken, bijvoorbeeld de bank of ergens waar mensen echt moeten gaan, dat je toch hebt dat mensen toch te dicht bij elkaar zijn. Ja. En dat ik zag dat bijvoorbeeld, ik stond ergens van waar ik naar een supermarkt kon kijken en ze stonden in de rij om hun handen te wassen en naar binnen te gaan en dan kwam een heer er achter staan en hij ging echt dicht bij de vorige persoon. Ja. Dus die persoon keert om en zegt, hey, kan je verder staan? Of, ja, ik denk dat ze dat zei, want die man sprong toen 2 stappen naar achter. Ja. Maar het is onbewust. Kijk, we moeten nog een beetje gaan wennen eraan. En ik denk dat het toch ook wel, je voelt je snel gevangen als je dingen niet mag doen en dan gaan we rebelleren. Ja. Wat weer niet de manier is hoe we hiermee moeten omgaan. Mm-hmm. Omdat we onszelf moeten beschermen, maar ook de mensen om ons heen. Helemaal. En ik zie dat het langzaam, maar zeker zie ik dat het toch wel komt. Want in het begin had je dromme mensen, zo bij die supermarkten. Maar nu zie ik dat ze toch wel een beetje afstand houden. Laten we hopen dat na een paar dagen, want het moet langzaam inkomen. Hè? Toch, de mensen moeten het echt gaan begrijpen. Ja. En ik zie dat ze nu verschillende talen hanteren. Hopelijk helpt dat ook. Hè? En ze zeggen toch in Suriname, ze wat trangayesi. Ah, inderdaad. Hè? Want je ziet de filmpjes op Facebook en social media. Waar de jongeren na 8 uur echt op straat gaan en provoceren. Ja, dat is echt erg. Jij hebt ook een beetje medisch achtergrond. Waaraan denk je dat het ligt? Waarom doen ze dat? Er is een stukje begeleiding die nodig is. En die begeleiding moet je al van heel jongs af aan gehad hebben. Bij het opvoeden moet je ook steeds corrigeren als ouder. En we weten in Suriname dat ouders vaak meerdere banen hebben. Minder tijd hebben voor de kinderen. Ja. En op school vinden de kinderen, ze voelen zich empowered om de leerkracht tegen te spreken in plaats van de richtlijnen op te volgen en leiding te ontvangen. Precies. Van. Dus ik denk dat het iets is wat ingeburgerd zit, ingeprent zit in ons en in bepaalde mensen. En dat ga je niet heel makkelijk eruit halen. Daar ga je soms hardhandig moeten optreden en soms weer gewoon heel lief uitleggen. En het zijn kinderen die rebelleren. Ja. Als het grote mensen zijn die rebelleren, dan wordt het probleem heel groot. Want dat wil zeggen dat je daar een generatie hebt die niet helpt. En je zei net, we leggen het in verschillende talen uit. Maar misschien moeten we ook een stukje awareness. Los van, je moet binnen blijven, 8 uur moet je al thuis zijn enzovoort. Gewoon los daarvan een stukje essential skills leren aan mensen. Essentiële... ik probeer het in het Nederlands te vertellen. Essentiële kennis over wat wel hoort, wat niet hoort. Ja, de waarden en normen. Normen en waarden moeten aangeleerd worden ook, ja. Okay. Nou, maar jij bent de voorzitter van de ICT-associatie. En eerder legde je al uit over de cloud. Wat is een cloud? En zo? Voor de mensen die een beetje, je weet toch, digibates. Ja. Oké, in het echt is de cloud gewoon een wolk. En toen we eigenlijk overstapten naar... alles in de cloud plaatsen, was het leuk om cloud te zeggen. En dat heeft eigenlijk ook wel een beetje verwarring gebracht. Want mensen denken nu, wacht even, hangt mijn informatie dan ergens op een wolk in de hemel? Want dat is niet zo. Een cloud is een computer. Zoals je een computer hebt, daarvan een heleboel computers bij elkaar. Dat wordt samen een datacenter. Okay. Een gebouw met heel veel computers erin. En een aantal security... beveiligingen en een aantal redundancy. Dus bijvoorbeeld als stroom uitvalt, heb je een andere bron van stroom. Dus je hebt heel wat dingen. En dat maakt een datacenter. Een soort backup, juist. Oh, backup is... Okay. En een cloud is eigenlijk een verzameling van computers die informatie kan opslaan. Okay. Dus het is niet dat wolkje wat we altijd op plaatjes zien enzovoorts. Yeah. Een cloud in deze context is dus een verzameling van computers waarop er genoeg ruimte is, geheugenruimte is, om informatie op te slaan.
En wat voor informatie is dat? Teksten, foto's, video's, documenten, al dat soort informatie sla je ergens op. Okay. Je kan dat op je eigen computer opslaan, maar als je computer crasht, dan ben je alles data kwijt. Ja. Dus je maakt dan een backup op een andere locatie. Oh, okay. Sla het ook alleen op je computer op en je bent op een andere plek, dan heb je je informatie niet bij je. Dus als je het in de cloud opslaat, die verzameling van computers, dan kan je eigenlijk daarbij komen of je nou thuis op je computer bent, in de auto op je telefoon bent, niet achter het stuur. Aan de kant. Aan de kant. Of als meerijder. Als meerijder. Ja. Of bijvoorbeeld als je in een ander land bent, dan kan je nog steeds, omdat die cloud zo centraal staat en vanuit overal te bereiken is. Oké. Okay. Dus dat zo, is, zo is dat uitgelegd. Nee, dat is duidelijk. Nu weten we met z'n allen wat de cloud is. Maar jullie als ICT-associatie hadden gisteren jullie eerste webinar in een serie. Wat is een webinar? Oké. Een webinar is een conferentie, een workshop, een seminar via het internet. Dus het is wat we fysiek zouden doen in een grote zaal en we zetten stoelen en tafels neer en mensen komen zitten en er komt de spreker en die gaat een presentatie houden. Dat, maar op het internet. Okay. Dat is een webinar. Nou, en je zegt in een serie, dus gisteren was de eerste van die serie en het heet Business as Unusual. Dat vond ik zo mooi. And how to use ICT to cope with the pandemic. Yes. Helemaal actueel. Heel actueel, vertel. Ja. Wel, toen we over corona hoorden, COVID-19 hoorden, dachten een aantal van ons, en dat was ikzelf, nog twee andere leden van de associatie dachten daarover. Dus verschillende bedrijven. En dan met ook steeds met elkaar in contact komen. En met elkaar aan het appen en dergelijke waren. Zeiden we, ik heb een initiatief, ik wil dit doen. Een ander zei, ik wil ook wat doen, want wij moeten nu de samenleving gaan informeren. De missie van de ICT-associatie is ook om de samenleving te helpen om beter te presteren met ICT. En nu moeten we ons gewoon laten bewijzen. We moeten gewoon laten zien dat we inderdaad dat ook kunnen doen. Ja. Dus onze leden hebben meteen, dus de 3-4 personen die dat initiatief hadden, zijn meteen in een call gekomen en die zeiden van, weet je wat, in plaats van dat we allemaal iets aparts gaan doen, laten we het onder één paraplu brengen. De ICT-associatie is daar het platform voor. En toen zijn we begonnen met, oké, we moeten hierover praten. Nee, we moeten daarover praten. Nee, we moeten daarover praten. Oké, al die punten zijn heel belangrijk. Hoe werk je van huis uit? Hoe ga je online studeren? Op afstand studeren? Ja. Welke security, welke bescherming heb je daarbij nodig? Hoe moet je je computer beveiligen dat je geen malware krijgt enzovoorts? En toen waren we like, oké, we gaan er niet tot één sessie maken. We gaan meerdere sessies doen. Dus daar hebben we een serie van webinars, dus een webinarseries. En corona heeft ervoor gezorgd dat niets meer is zoals het vroeger was. Precies. Vroeger zou ik een mooie zaal huren of bij mij in de zaal dan. Ik heb een hele grote zaal. Bij mij in de zaal zouden we stoelen en tafels neerzetten en mensen uitnodigen. Die zouden daar komen. Daar hadden we presentaties. Nu konden we dat niet doen. Nee. Dus daarom zeiden we van het is business as unusual. Yes. Want ook onze klanten zijn disrupted. Ze zijn helemaal uit hun normale doen. Je mag niet op kantoor zijn of als je op kantoor bent moet je afstand houden. Je kan niet zoveel meer bij de klant zijn. Je ziet zelf hoe verkoop van retailproducten aan toe gaat. Is ook heel anders. Dus het was helemaal niet meer zoals we dat gewend zijn. Dus vandaar business as unusual. En how to use ICT in a pandemic. Dat vertelt ook. Ja, hoe ga je ICT gebruiken om je te ondersteunen om deze periode te overbruggen? En dat is precies wat we willen weten. Hoe gebeurt dat? Op veel manieren. Wat we als eerste hebben gezien is dat bewustwording niet overal hetzelfde is. Bijvoorbeeld, we hebben een webinarseries gehouden over thuiswerken. En we kregen wat vragen binnen, we kregen wat feedback binnen. En het blijkt dat een aantal dingen die voor ons zo logisch zijn, ja, we hadden het net over cloud bijvoorbeeld, dat lijkt voor mij zo logisch. Maar ik moet het toch nog wel kunnen uitleggen nadat de ander het ook begrijpt. Precies. Dus we zagen dat er een heel breed publiek was in ons webinar. We hadden ICT-managers van hele grote bedrijven. We hadden businesspersonen, maar we hadden ook mensen die als administratief assistent ergens werken of office management doen. Heel breed. Studenten waren er ook, banken waren ook aanwezig. Dus je ziet dat iedereen een heel andere vraag heeft. Ja.
En dat men nog niet bewust is van dat er al een aantal tools bestaan die je kan gebruiken. En als ze weten dat er tools bestaan die je kan gebruiken, weet men nog niet hoe moet je dat gebruiken. Want dat was de vraag ook. Ja. Een van de grote vragen die we gisteren hebben gehad is, wanneer vertel je me hoe ik deze specifieke tool ga gebruiken, stap voor stap. Dus die kennis moet nog komen, bewustwording. Dus die webinars gaan ons gelukkig helpen met bewustwording. Ja. Dan moet er nog kennis gedeeld worden. En dan bij de toepassing, als men vastzit, moeten ze daarbij support krijgen. En de ICT-associatie wil zoveel mogelijk alle organisaties helpen om dit te gaan doen, alle personen helpen om dit te doen. En daarom dat we een serie van webinars hebben met verschillende topics. En daarom dat we het ook gratis aanbieden en open houden. Je kan alles op onze website lezen hoor, hierover. Maar tegelijkertijd willen we ook hebben dat zij die nog een beetje huiverig zijn of nog een beetje bang zijn, dat ze over de drempel geholpen worden. Ja. Wat we zien is dat mensen, kijk, wij passen thuiswerken al sinds 2009 toe, of 2007 zelfs. Zo. En toch zag je dat zelfs de medewerkers die thuis mogen werken, een bepaalde support nodig hebben, omdat je niet kan omgaan met die vrijheid. Ja. Je bent thuis, je moet gewoon je project opleveren, het moet op tijd zijn. Dus we hebben daar kritische prestatieindicatoren voor geïmplementeerd en we hebben tools die we gebruiken om te monitoren. Je hebt reguliere iteraties, je hebt regelmatige overlegmomenten om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Dankjewel voor het signaal, dan weet ik dat ik te veel vakjargon gebruik. Ja. Ja. Dus op die manier proberen we het dan begrijpelijk te maken voor mensen. Zodat ze daarin kunnen meegaan. Maar wat je dus nu ziet, door deze situatie moet iedereen, of je nou wil, kan, of je moet gaan transformeren. Yeah. We hebben altijd groepen, we hebben zoveel events gedaan. We doen jaarlijks een social media event, we doen ICT summits, we doen zoveel evenementen om mensen bewust te maken. En dan denkt men, ja, oké, leuk en zo, een deel gaat maar het toepassen. Niet voor mij. Okay. Precies, niet voor mij. Yeah. Ver van mijn bed. Als het zo ver is, dan zien we het wel. Ach, mijn generatie maakt dit niet meer mee. En nu is het plotseling zo ver. Precies. Nu is het willen of niet, kunnen of niet. Dit is de nieuwe realiteit. Yes. En nu moeten we alles op alles doen dat we nog door kunnen gaan met ons bedrijf, omdat we nog moeten verdienen, want de kosten die lopen door. Ja. Dus je ziet dat mensen dus wat buigzamer zijn geworden. Doordat deze situatie is, zeggen ze nog steeds van, er is nog steeds een groepje die weerstand, een groepje dat weerstand biedt. Maar veel meer mensen zijn wat opener. Die zeggen, ja, vertel me gewoon hoe ik dit moet doen. Vertel me dat, vertel me dit. Dus, ja. Was er, dus je hebt gezegd, het was breed, dus er was veel belangstelling. Ja, we hadden 100 participanten. We hadden iets meer dan 110 inschrijvingen. We gebruikten een platform waarop we maar 100 mensen tegelijk konden faciliteren. We hebben nog niet van iemand een klacht gehoord van ik ben gekomen en ik kan niet naar binnen. Dus blijkbaar. Maar er waren ook mensen die maar net een half uurtje konden blijven of een uur konden blijven. Okay. Dus dan had je, op een gegeven moment had je wel dat we gingen naar 90 personen. Maar tijdens het piekmoment, het begin, waren er 100 personen. En uit de vragen die we hebben gehad, blijkt dat we een serie makkelijk kunnen aanvullen met nog 3-4 andere topics die we niet hadden bedacht. Nou, maar dat is een mooi voorbeeld. Want mensen moeten volgen van, wat doen we in deze situatie? Want sommige mensen raken in paniek, nee. Maar jullie bieden oplossingen aan. En ik neem aan met jou verschillende organisaties, bedrijven die dat doen. Hè? Ja, van een pandemie is, moet je omzetten in iets bruikbaars in dit geval. Klopt, we kunnen niet met de pakken neer gaan zitten. Precies. Dat is ook niet het type persoon dat ik ben natuurlijk. Nee, we kennen jou. Ja, ik wil elke situatie brengen naar, als het een challenge is, laten we het naar een opportunity brengen. Yes. En als ik het niet alleen kan, heb ik echt altijd, ik moet zeggen, als ik een beroep doe op onze leden, op de bedrijven voor wie ik samenwerk, op onze klanten, dat er altijd support komt. Ik ben heel blij dat we die support ook deze keer goed krijgen, dat we dit gratis kunnen gaan aanbieden. En dat mensen gewoon hun tijd doneren. Yes. Heel veel van mijn leden, die doneren gewoon hun tijd, niet heel veel, maar het koorgroepje die het webinar heeft georganiseerd, dat is dus Spamacandra, Blue Dots en JPS Consulting, deze drie zijn in het organiserend team, die werken zonder belangen, eindige belang,
zitten ze mensen erbij te halen om te kijken van, kan jij spreker zijn? En de sprekers die nemen ook Givi, die spreken ook gratis. Okay. Dus geven ze hun tijd en hun kennis, delen ze daar. Ze geven al hun tools ook weer. En normaal zou je dat denken, iedereen gaat dat houden voor zichzelf, want als ik de ander leer, gaat hij mij niet meer nodig hebben. Precies. Ik moet zeggen dat alle bedrijven die gisteren ook hebben meegedaan, dat waren Datasuur, Telesuur, ENS NV en Stichting Bosbeheer. Stichting Bosbeheer is geen lid, maar we hebben een goede relatie met de ICT-manager al daar, dus dat ging ook. Maar dat zijn allemaal leden van de ICT-associatie die dit hebben ingevuld. En de volgende webinars, we houden niet alleen aan de leden, ook niet-leden kunnen een bijdrage leveren. Onze klanten hebben goede feedback gegeven wat we kunnen doen om het te verbeteren. Ja. Dus ik denk dat we de crisis niet moeten gebruiken om terug te vallen. We moeten de crisis gebruiken om meer naar elkaar te groeien en samen te kijken naar hoe we een oplossing kunnen halen. En hoe we die business as unusual tot een succes kunnen gaan maken. Tot het nieuwe normaal kunnen gaan maken. Ja, helemaal. Want ik denk dat on the long run er ook voordelen zullen zijn voor de individuele bedrijven. Hè? Hopelijk. Oké. Maar tot slot, hoe zal Suriname eruit zien na deze pandemie op ICT-gebied? Prachtig. Ik ben heel optimistisch. Nee, kijk, ik denk dat de pandemie een aantal aanpassingen die we al heel lang wilden doorvoeren, of zeg maar innovaties die we wilden introduceren in business en in government, in onderwijs, dat die nu gerealiseerd kunnen worden. En nu worden we wel een beetje gedwongen met hals over kop te gaan doen. Maar na de pandemie gaan we het beter kunnen structureren. En dan gaan we gedegen bezig zijn met de innovatieslag maken. En de ICT-sector kan daardoor eigenlijk ook haar kunnen laten tonen. Ik ben blij dat er soms ook zeg maar, mogelijkheden zijn dat er meer lokaal wordt gekocht. En niet heel veel in het buitenland. Alhoewel voor de ICT-sector het moeilijk is om alles hier lokaal te kopen. Onze computers, software, hardware, alle licenties komen uit het buitenland. Dus wij moeten heel veel betalingen in US dollars of euro's doen in het buitenland. En dat blijft dus doorgaan. En ook al ben ik heel optimistisch, ik weet dat we niet op korte termijn computers gaan produceren. Maar we kunnen wel gaan kijken naar hoe je een aantal andere dingen hier lokaal doet. En hoe de klanten in Suriname bij bedrijven in Suriname kopen. Dus voor de ICT-sector brengt het wat perspectief om te kunnen groeien. Het brengt ook perspectief voor andere sectoren, dat waar je eerder dacht van, ik kijk wel een keer als ik tijd heb. Nu heb je tijd om te kijken naar welke oplossing heeft ICT voor jouw branche. Ja. En er zijn bijvoorbeeld agrarische bedrijven die ook al een oproep hebben gedaan, hey, kunnen jullie ons helpen? Er zijn heel wat andere bewegingen gaande. Dus ik denk dat na COVID-19 het voor de ICT-sector en tijdens COVID-19 het eigenlijk meer een ding is van laten zien wat we altijd hebben geroepen, dat dat inderdaad kan, niet kan. Het gaat ons ook de feedback geven die we nodig hebben om onze infrastructuur te verbeteren. Telesuur is een lid van ons, dus we zijn altijd ook met hun in gesprek om te kijken van hey, hoe kunnen we samen een paar dingen oplossen. Ja. Telesuur zegt ook gewoon, vertel me wat je nodig hebt. En dan kan ik dat gaan kijken hoe ik dat kan leveren. Mooi. We zitten nu in een crisis, dus je gaat ook niet krijgen dat alles meteen prima en goed is. Er gaan een paar kinderziektes zijn, dingen gaan ook onopgelost zijn en later langere oplossingstijd nodig hebben. Maar ik denk dat we veel leren nu. Ja. En dat moeten we vooral meenemen. Alles wat je nu leert en hoe we nu transformeren, dat moeten we gaan gebruiken om samen succesvol te zijn. Helemaal. Nou, mag ik je bedanken dat je de tijd hebt genomen om hier te zijn. En ik denk dat je echt een paar hele bruikbare tips hebt doorgegeven op ICT-gebied. Wat kan men allemaal doen met ICT? Dankjewel. Dankjewel. En we blijven tegen elkaar zeggen, be safe. Be safe. Dankjewel. Dankjewel. Nou kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze editie van ATV COVID-19 Update. Ik had als gast Anouska Sonay, zij is voorzitter van de ICT-associatie en u heeft het gehoord. ICT is the next thing. En ze heeft het ook aangegeven, de naam van de eerste webinar was Business as Unusual. Gewoonlijk zeggen we business as usual, dus alles gaat zijn gang. Nee, niets is meer hetzelfde. Alles moeten we op een andere manier aanpakken. En u heeft enkele tools gehad hoe u dat kan doen. We blijven het tegen elkaar zeggen, be safe.
Volg de regels op. Houd u ook aan de regels. Was je handen. Hou afstand van elkaar. En let op elkaar. Hè? Als je ziet dat iemand even een verkeerde kant op gaat, geef even aan. Hé, luister nou. Code word aan travasi. Want wij moeten voor elkaar zorgen. Om ervoor te zorgen dat we met z'n allen veilig zijn. Tot de volgende aflevering van ATV COVID-19 Update. Goeiedag.